Eén keer verliezen, één keer winnen. Fortuna Sittard dat gelijk speelt. En een wedstrijd tegen Jong Ajax die moet worden overgespeeld. Er gebeurt momenteel veel rondom NEC. Er staan alleen nog maar belangrijke wedstrijden op het programma. Er is weinig tijd om terug te blikken. Alleen probeer je wel heel snel weer vooruit te kijken. Zoals elke keer je moet doen als je maar 3 dagen tussen de wedstrijden hebt. Dus je hebt eigenlijk, voor de ploeg was het euforie natuurlijk. En het is heerlijk om terug te komen 1-0 achter. Ja, ongelooflijk. Ze komen 1 keer aan door. Maar om dan zo druk erop te zetten tot uiteindelijk gewoon nog 1-1, 2-1 tsk, naar binnen. Resultaat daar natuurlijk. De laatste 10 minuten volgen. En ja, dat is... Voor de ploeg is dat een heerlijk gevoel, et cetera. Voor een trainer is dat meteen schakelen, eerlijk gezegd. Maar ja. Ted van der Pavoort en Kevin Jansen mochten na een lange periode weer starten in de basis. De trainer is tevreden over het spel van zijn team. Ja, goed, ja. Hele ploeg goed. Precies waar we naar op zoek waren ook. Hè, om iets makkelijkere verbinding te hebben. We wisten dat Ted waarschijnlijk vrij zou komen vaak. Dus ja, linkerbeen instappen. Hè, en dat pakt allemaal oké uit. Is goed. Aankomend weekend werkt NEC wederom 2 wedstrijden af. Tegen Helmond Sport en nogmaals tegen Jong Ajax. Van onderschatting is geen sprake meer, aldus Leinders. Nee, ja, ik denk dat het verleden heeft uitgewezen dat onderschatting in de Jupiler League... Dat absoluut geen, dat dat niet mag. En, er zijn gewoon heel veel ploegen die onderin vanwege... Ja, tot je niet kunt degraderen, ze gewoon heel vrij nog kunnen spelen. En zich gewoon elke week maximaal kunnen voorbereiden zonder druk. Dus dat betekent dat die... En het tweede is dat Helmond gewoon karakteristiek heeft die lastig voor ons zijn. Dus we zullen heel scherp moeten zijn. En dan vooral heel scherp hoe we staan, hoe we onszelf beschermen tijdens het aanvallen. De voorbereidingstijd voor de wedstrijd tegen Helmond Sport is kort. Ja, je hebt 3 dagen, dus de eerste dag is vrije dag voor emotioneel te herstellen. Dus gewoon vrij, dus gewoon lekker. De tweede dag is hersteldag op het veld, heel specifiek voetbal. En dan staat nog steeds een teken van om het lichaam op gang te krijgen, op snelheid te krijgen, om et cetera. Maar ook om gewoon heel veel met de bal bezig te zijn. En dan heb je nu deze dag, de dag voor de wedstrijd, zo dan zijn ze ook helemaal mentaal fris, et cetera. En deze dag gebruiken om ze voor te bereiden in detail op Helmond Sport. Dus vandaag krijgen ze alle informatie over de tegenstander, 1 dag van tevoren. Vrijdagavond om 8 uur in het Laanvandstadion. Helmond Sport tegen NEC.